Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Pokémon Soling Generations. Vandaag is weer Kalos. En gaan we eigenlijk een beetje de richting tegen de laatste paar gyms aan. Maar eerst een kort team recap nadat ik het team zo wat heb uitgemoord de vorige aflevering. Goed bezig. Oké, okay, begin met Bernard, de Venusaur met Petal Blizzard, Venoshock, Toxic, Petal Dance en de Venusaurite. Met Blastoise gekoppeld, Dwayne. Met de Blastoise Knight en Surf, Aqua Tail, Strength en Skull Bash. Ik zit te wachten tot hij dingen leert zoals Flash Cannon, maar oké. Dan heb ik Emperor, de Tyrantrum met Crunch, Earthquake, Dragonclaw, Return en de Lucky Egg. Zit gekoppeld aan... Het is een fossiel. Sorry, ik zit ook niet op te letten. Auroras, nog steeds geen naam gegeven, weet ook niet waar de namebreedte zit. Handig. Met de moves, Takedown, Avalanche, Ancient Rock en Aurora Beam. Dan heb ik Cranium, de Salamence met Fly, Crunch, Dragon Breath, Thunderfang en de Amulet Coin, die gekoppeld is aan Malamar. Malamar, oftewel Dwarf, met de moves Foul Play, Psycho Cut, Thunderbolt en Slash. Dan heb ik Shade, de Crocodile met Crunch, Outrage, Earthquake, Foul Play en de Metronome. Freeze, de Crocodile met Earthquake, Crunch, Foul Play en Dig. Dan heb ik Damp. De Exploit met de Deep Sea Tooth, met Surf, Crunch, Ice Fang en Boomburst. Die gekoppeld is aan je Medicham. Medicham. Yogi met de moves False Palm, Power Up Punch, Confusion en High Jump Kick. Oh, je gaat het wel mee proberen? Oké. Okay. Tuurlijk. En laatste is Halloween, de Gorgeist met Flame Charge, Seed Bomb, Shadow Sneak en Phantom Force. Met Klefki. De Leftovers. Met ja. De moves Play Rough. Foul Play, Dazzling Glam en Mirror Shot. Dat is het team. Ja, pretty much. Nou, vandaag doen we Frost Cavern. Gaan we richting Anastar City. En dan is het een beetje zo van... Oké. Okay. Kijk wat Team Flare een beetje aan het uitspoken is. Waar moet ik naartoe? De Frost Cavern, dus dat is naar boven. Oké. Okay. Waarom gebruik ik de fiets niet? Goeie vraag. Een hele goede vraag. Ach, de Frost Cavern is niet mijn favoriete plek. Het is de ingewikkeldere plek dan de Ice Cave van Gold en Silver, maar ja. Ah joh, we krijgen hier geen waterval. Nee, klopt. Oh, mijn encounter. Frost Cavern hadden we al. Oh, sorry. Tijdje geleden hadden we opgenomen. Excuse me. Level 40, tyfus. Nou, dat betekent dat ik dus een super repel kan gaan sprayen. Back. Items. Oh, we hebben de Master Ball. Yep. Super repel. Ha, 69 over. Dan is het van hier. Fuck. Hè? Ja, in deze moet je ook diagonaal gaan glijden. Ja, dan is het ook zo van, oké, okay, laat maar. Ja, dat is niet leuk. Rain or snow, it does not matter. Nee, weet ik. Even kijken. Het is allebei kut. Oh god, Raichu. Laat ik maar heel graag gaan wisselen. Even surf doen, want fuck dit stuk. Fuck, Raichu. Wisselen. Praise, go. Zo. Had zij. Nee, maar wel verpast. Er is nu redelijk veel aandacht. En ik weet, ik dateer de video hiermee direct. Maar er is opeens redelijk veel aandacht voor Free Houses. Ja, valt me ook op. Ik hoor ook iedereen dat het gewoon echt een goede game is. Het is geen Waifu Wars meer. Oh, je kan niet. De S-support kan je unlocken pas aan het einde van de game. Ja, ik heb nog nooit een Fire Emblem game gespeeld, überhaupt, dus... Nou, het is wel veel leuker, want in oorspronkelijk is niks meer van... Oké, je hebt een X-Fighter, hij kan alleen maar gebruiken X. Je hebt een Cavalry, wat kan hij gebruiken? Ja, Lances. Je hebt een Archer, wat kan alleen maar gebruiken? Bows. Deze. En weet je wat? Ik maak van deze Archer ook even een Mage. Weet je wat? Ik maak van deze Archer ook iemand die op paard kan rijden. Klinkt als Skyrim. Ja, je hebt gewoon heel veel meer ruimte qua dingen om te doen. Is het open world of niet? Nee. Nee. Lineair pad volgen. Ja, maar dat kan je ook niet open world maken.
Tuurlijk wel. Nee, de hele game is zo gebouwd dat het echt mission-based is en het moet op een grid. Dus daar kan je nooit open world van maken, want dan moet je van turn-based moet je naar real-time. En daar word je vrolijk van. Dat gaan ze niet doen. Back. En open world, het enige wat nieuw open world is, is dat je een hele school hebt wat je kunt exploreren iedere maand. Iedere maand? Eigenlijk iedere zondag van de maand, maar je gaat iedere zondag de monasterie door. Je wou zeggen dat deze game in real-time is? Of gewoon in zondag van de maand in-game? In-game. Het is een beetje zoals... Bij personen heb je wel iets van gezien, hè? Dat het gewoon een kalender volgt. Ja, ja, ja. Zoiets is het, maar dan is het wel zo van... zo'n vrijdag, als je het echt tijd aan gaat besteden... ben je zo'n goede 3 uur kwijt. Poeh. Dat is wel zo pittig. Ja. Ik heb al gezegd, het is een time sink van de game. Maar dat is dan in de eerste zondag. Want wat je dan hebt zijn quests die je kan doen. Items die dan gewoon door de hele school verspreid zijn. Omdat mensen het spul kwijt is. Dan moet je weer terugbrengen. Je kan met studenten uit eten gaan. Je kan dingen planten. Je kan theesessies houden. Het is gewoon een flinke boel wat je kan doen. Ja, ik hoor goede verhalen. En het mooiste systeem vind ik gewoon het leraarsysteem. Want dit keer ben je gewoon een leraar die de studenten lesgeeft. Ja. Ik kan zelf bepalen van oké, wat doe ik met deze student? Wat doe ik met deze student? Maak ik van deze student precies wat hij wil? Of zeg ik, fuck it, ik in plaats van puur focus op Archer. Hey, weet je wat? Ik maak jou een healer. Maar het maakt niet uit of het goed past, ja of nee. Je hebt gewoon de ruimte om te doen. Ook wel leuk. En ik geef wel toe, de game... Ja, het is een time sink. Een Fire Emblem game heb je normaliter binnen de 15 à 20 uur uit. Deze is ruim 40 uur. Ja. Yeah. Als je echt geen idee wat je aan het doen bent. En dan heb je nog maar één ending. Toegeven, wat ze wel mooi doen is in de New Game Plus, als je missies doet en bepaalde dingen, dan krijg je renown, een soort van prestige points. Die worden overgezet naar de New Game Plus. En daarmee kan je dan weer de dingen unlocken die je in de allereerste run of de run daarvoor al hebt unlocked. Dus hogere proficiency met bepaalde wapens. Of dingen zoals professor levels, zodat jij meer dingen kan doen. Dus ja, dat is best geinig, maar het is echt wel een time sink van een game. Dus ja. Ik zit te kutten! Ja, ik geef toe, Ice Cave is redelijk lang. Je moet gewoon een beetje diagonaal gaan, want ben je al voorbij een soort van duel battle geweest met een fighter en een psychic? Ik ben nu met een man aan het vechten die een relicant heeft. Oké. Dan ben je tenminste op de goede weg. Nickelodeon heeft de rechten van Garfield gekocht, oké. Je ziet soms dat op Twitter staan. Zo van, hartstikke mooi Nickelodeon. Zenden jullie nog überhaupt iets uit? Ik dacht dat jullie al compleet kapot zijn gegaan omdat SpongeBob en Fairy Odd Parents gestopt zijn. Nou, ik weet niet wat jij nu allemaal lult. Fairy Odd Parents is oké, maar SpongeBob leeft nog hoor, heel erg. Ja. Er komt een 13e seizoen en een film aan. SpongeBob is niet echt dood. Heb je de ratings gezien van de afgelopen 5-6 seizoenen? Oh, op die manier. Het is dood aan het gaan. Het niveau wat ze eerste paar seizoenen hebben, is ook kwijt. Ja, maar dat heb je als je lead man lichtelijk naar de klote is. Dus ja, het is niet zo dood als Fairy Odd Parents. Maar Fairy Odd Parents was ook te lang actief. Maar het is wel zo van, oké. Poeh. Waar is jullie twee dingen? Want heel veel... Kijk, de Nickelodeon kijk ik totaal niet meer, maar... Zoveel series hebben ze eigenlijk totaal niet meer. Nee, alles is kut gewoon eigenlijk.
En überhaupt, als ik er nu naar aan denk, dan denk ik van, heb ik dit ooit kunnen kijken? Hoe cringy as fuck het is. Nee, dan kijk je waarschijnlijk iets voor een nieuwere seizoen en dat is gewoon veel erger. Nou, ik kan me niet herinneren dat het vroeger zo cringy was. Als je het hebt over Pokémon, ja, dat is altijd cringy geweest. Oké, okay, een fighter met de naam Kinsey. Ik hoop dat het goed gaat. Vast wel. Ondertussen was als ik al klaar met de Frost Cavern en mijn counter voor dat stuk met de Mamoswine. Is een Snover. Nice. Maar ik moet hem even vangen. Ik zit toch maar bezig met natuurlijk weer niet in. Badam, 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 badam. Ook niet, want het stuk waar je nu op hebt is met de Abomasnow. Dat je even met de Abomasnow praat, krijg je de Mega Abomasnow Eid. Ook hoor, deze Snover niet in de bal. Ik snap alleen niet waarom niet. Nou ja. Ik loop toch een beetje voor, dus op zich een beetje wachten door dit is niet heel erg. Maar 1. Jezus, Snover. Ik wil jou niet boombursten, maar... Zo. Wanneer kwam Link's Awakening eigenlijk uit? 20 september. Mm. 10 dagen na mijn verjaardag. Want ik zat zo van... Oké, Fire Emblem Awakening heb je nu gehad. Welke Switch game zit je dan eigenlijk op te wachten? Ik Link's Awakening. Voor de rest niks. Nee. Dat... Oké, laat maar de route van Mamoswine krijgen en ik kan het meer vangen. Dood? Nou, ik denk van oké, ik doe een rustige damage. Wat gaat de Shinobi doen? Gaat Woodhammer spammen. Oké, lekker. Hallo Team Flare. Dit moet betekenen dat het goed zit. Ja, dan ben ik klaar. Maar ja, even kijken, wat was het nog meer? Wat was het zo'n beetje eigenlijk, ja? Want zoveel is het niet meer. Je hebt zometeen Link's Awakening. Dan heb je Sword and Shield. En dan is het waarschijnlijk weer wachten. Ja, tussendoor voor veel mensen Luigi's Mansion, maar die sla ik over. Oké, okay, Luigi's Mansion 3. En dan is het klaar. Het is tijd voor Nintendo Direct. Ja, om wat meer dingen. Oh nee, Animal Crossing heb je ook nog begin volgend jaar. Ja. Maar ik denk niet dat Sword and Shield het zo lang vol kan houden. Nee, daarom zeg ik, er moet gewoon een Direct komen en wat nieuw echt meuk uitkomen. Want iedereen vindt de Switch een geweldig console. Nou, ik vind het heel erg tegenvallen. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Kom maar, laten we wel heel veel eerlijk zijn, het is nog steeds beter dan de Wii U. Nou, ik vind dat de Wii U op sommige punten betere games had, hoor. Oké, okay, noem ze op. Super Mario 3D World. Vind ik een hele goede game. Oké, okay, die geef ik je. Want die hadden kunnen zo makkelijk gewoon porten. Oké. Okay. Pikmin 3. Waar is Pikmin? Ja, dat is een goeie. Ik weet dat het ports zijn, maar je kan ook makkelijk Wind Waker HD en Twilight Princess porten. En Skyward Sword. Ja, maar die wil ik niet meerekenen voor puur Wii U met ports zijn. Wonderful 101, hoor ik heel veel goede verhalen over. Ik heb het zelf nooit gespeeld, maar ik ben wel benieuwd. Het probleem wat ik heb zelf met de Wonderful 101 is hartstikke mooi. Het is meer een classic, iets als ARMS. Van oké, okay, zijn mensen die het spelen, maar het is zo van oké, okay, klaar. Zoals Wicked. En ik mis iets heel belangrijks wat de Wii U wel had. Virtual fucking console. Ja, klopt. Dat is echt een enorm gebrek. Want dat ding wat ze nu hebben, hartstikke leuk hoor. Maar wie de fuck speelt het? NES, come on. Ik heb een mini NES. Als ik NES games wil spelen, dan doe ik dat wel. Ja, het is wel iets wat je afvraagt van, oké, waarom heb je dat niet gedaan? Want het is eigenlijk de beste oplossing. Ja, maar even serieus. Al
je hebt genoeg RAM en alles in dat ding zit om al die games te kunnen spelen. Ik vind, als ze, ik weet nu al, ze gaan straks aankomen met SNES. Ja, daar wacht ik ook niet op. Kom nou gewoon met N64 en GameCube. Iedereen wacht het meest op een GameCube Virtual Console. Praat over GameCube. Droom ik een beetje als ik zeg dat ik graag Metroid Prime Trilogy voor de Switch wil? Nou, zal ik je wat vertellen? Dat is al merendeel bekend. Hoe heet het? Hij is al lang af. Maar omdat Metroid Prime 4 gedelayed is... Is het... Komt hij niet uit. Hij is er namelijk wel al lang al. En dan durven het gewoon niet aan uit te geven. Omdat ze bang zijn tot Metroid Prime 4 een te grote delay krijgt. Zodat mensen straks Trilogy niet meer weten wat er gebeurt. Gaat in... Maar terwijl ik snap je wel goed. Als het omgekeerd is, was het veel beter geweest. Gewoon nu releasen... Dan gaan mensen denken van, ja, is Metroid Prime 4 al iets voor mij en nooit een Metroid Prime game aangeraakt. Die raken dan de Metroid Prime Trilogy. Gaan denken, hé, dat is best iets voor mij. En ook al zeggen ze van, hé, dit is toch niet wat voor mij. Je hebt ons toch winsten mee gehad. Ja. Nee, maar die komt wel. Die komt 100% zeker. Het is het perfecte console daarvoor. Ja, heb die Abyssnow Knight gepakt, maar waar moet ik fuck... Kut, weer een trainer. Je kan gewoon naar beneden lopen. Dan heb je zo meteen hoe de cave in elkaar zit. Gewoon naar beneden lopen. En kan je zo meteen de slide naar beneden ben je weer bij de entrance. Oh, ik moest alleen die Ababas nou redden. Ja, dat was het. Meer was het niet. Dus ik kan nu ook een escape rope gebruiken. Kan ook. Ik denk we moeten ergens doorheen of zo. Ja. Kan je nagaan hoe vaak ik deze game gespeeld heb. Ik denk dat dit pas mijn tweede keer dat ik hem officieel uit zal spelen. Nee, ik zit laatst zit ik gewoon veel op die Reddit, omdat... Sorry, ik hou gewoon van die Pokémon haat die je gewoon speelde rondom Sword and Shield destijds. Destijds, ja. Nog steeds? Ja, het is afgezakt. Het is afgezakt. Ja. Ik spreek je morgen. Ja. Godverdomme. Ik kan de memes alweer... Ik kan nu al niet wachten op de memes. Ja, het is afgezakt. Maar ik vind het gewoon leuk om te kijken. En dan zie je gewoon mensen opnieuw kijken van... Oké, welke games hadden gewoon goede dingen? En heel veel mensen zeggen gewoon van... Oké, X&I, piss easy. Weet je wat X&I wel gewoon goed deed? Dat is tenminste... interessant met wat je allemaal kon doen. Ja... Kijk, Sun and Moon, Usen waren gewoon te veel cutscenes. Dat zie ik continu. Nou, ik ben bang. Ja, ik ben nog steeds... Ja. Ik krijg er nog steeds geen warm gevoel van, hoor. Van Sword and Shield. Dan heb ik meteen een hele erge vergelijking. Heel veel mensen zeggen van, ja, we willen voice acting. De protagonist hoeft nog niet te praten, maar willen we wel voice acting. Nou, vind ik een hele goeie. Wat een... het kort over Fire Emblem Three Houses. Daar is alles gevoiced. Alles. Ja, dat bedoel ik. Dat is dan een... Het is first party, toch? Het is toch van Nintendo zelf? Ik durf niet zeker te zeggen, maar... Volgens mij is het first party. Zet mijn geld in gewoon in op ja. Ik moet trouwens toch gewoon naar rechts? Je moet gewoon naar rechts. Je moet gewoon de Memos van Cape. Dus route 17 hoef ik niks te vangen? Nee, waar de Mammal Swine is. Nope. Oh, wacht. Eerst even een rappel. Zo. Dus dat doe ik altijd verkeerd. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ja, ik ook. Heb jij die vrijdag de 15e wat? Behalve werk. Want dat we gewoon eventueel s'avonds kunnen opnemen. Lijkt me namelijk wel leuk om op dag 1 gewoon dat te doen. Ja, dan ben je het zal voor het eerst zijn, weet je? Dat wij een... iets recorden vanaf dag 1. Dag 1. Ik vind dat wel dik. Wel dat ik het dan gewoon verder ga spelen op mijn eigen. Dat zul jij ook doen, denk ik. Maar, ik bedoel gewoon, ja. Voor mij is dat ook net... Ik weet nog niet zeker, maar voor mij is het ook net de week dat mijn ouders weer naar Denemarken gaan. Zo, dat zou groot zijn.
Gewoon heel het weekend pompen. Ja. Ik ben in staat gaan om 3 dagen vooruit te nemen. Pompen, jongen. Pompen. Ja, ik hoop dat we tegen die tijd ook flink ver zijn met Sun & Moon. En we gewoon door kunnen. Nou, ik denk het wel, hoor. Ik denk dat we deze game over 2 sessies af hebben. Hoop het. Waar de fuck moet ik heen? Gewoon rechts. Ja, dat doe ik, maar... De rotsen kan je kapot maken. Ja, weet ik. Maar ik heb 2 palen waar ik naartoe kom. De ene is een skybed, het andere loopt op niks uit. Gewoon naar... niet naar de skybed, de andere kant gewoon. Oh, wacht, naar beneden en naar rechts. Ja. Ah, ik heb zoveel zin in Wind Waker. Sowieso Wind Waker, daar moet gewoon een port voor komen, vind ik nog steeds. Maar echt fucking veel zin in Link's Awakening. Ik weet niet waarom. Maar de stijl spreekt me gewoon persoonlijk enorm aan. Ik vind de stijl gewoon top. Daar is natuurlijk iedereen zijn mening verdeeld over voor die stijl. Ja, ik had liever een Link Between Worlds stijl gehad. Want dit vind ik weer net iets te richting poppetjes. Maar ja, oké. Okay. Nou, dat was Olympia. Holoclip. Olympia is een fucking joke met Crocodile. Gaan we niet zeggen dat je weer een battle wil doen, hè? Kut, hoe? Wat? Serena? Ja, die wil een battle doen. Tot! Meowstick. Dat is de enige waar... Dat, nu herinner ik me weer waarom ik een hekel had aan X&I. Meowstick. Alleen die Meowstick? Ja. Oké. Okay. Meowstick is een bitch. Mm. Repeat balls. Nee, daar heb ik nu wat om. In een Soul Link. Maar dat wordt wel trouwens... Heb je er al over nagedacht hoe pittig die Soul Link überhaupt kan worden? Van Sword and Shield. Want eerlijk, wij weten... Kijk, we weten veel van overige games af. Maar op zo'n moment... Kijk, het enige wat je hebt zijn die informatievideo's. Mm-hmm. Meer heb je niet. Dat wordt wel een dingetje natuurlijk. Want er zullen ook Pokémon zijn die niet geannounced zijn. Dat je echt god geen idee hebt. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Natuurlijk hoop jij het. Ik denk het wel namelijk hoor. Ik zit nog steeds in het gaan net zoals ze een moon doen. Net voor het game gereleased wordt alles kapot spoilen. Ik heb wel iets gehoord. Maar ik weet niet of het waar is. Ik denk van niet hoor. Maar... Doe maar. Ik hoor dat dat de demo die je kan spelen op onder meer Gamescom en dat soort dingen. En de E3 demo, dat je die kan spelen binnenkort op je Switch. Dat gewoon die game, de Pokémon Sword and Shield een demo krijgt. Hoop ik niet. Weet je waarom ik het niet hoop? Nou. Smaakt het dataminers. Oh ja. Ja, weet je wat het vervelende in dat datamine is? Ik lees het altijd. Ja. Dat is mijn probleem met datamining. Als er gedatamined wordt en er staat... All information is leaked. Read at your own risk. Ik heb het één keer geprobeerd. Het lukt nog steeds niet. Kijk, en dan zeggen mensen altijd leuk van... Ja, maar zoek dan de dingen niet op. Dan word je ook niet gespoild. Ik had Fire Emblem Free Houses. Ja? Ik had net de trailer even gezien van... Hey, gewoon leuk om te zien. Ik ging naar YouTube Home. Ik ging naar... Niet mijn abonnement, maar gewoon Home. Aanbevolen video's. Spoiler! Fire Emblem Free Houses. Spoiler! Fire Emblem Free Houses. Spoiler! Final Boss is Hupplepup. Final Boss is dit. Final Boss is dat. Ja, dankjewel. Vind ik hartstikke mooi. Geniaal. Ja. Dus aan sommige dingen kan ik echt niks doen. Nee. Nee, maar dan krijg je een game explain video en dan zegt men, dan moet je niet op klikken. Maar wat jij zegt inderdaad. Ja. Jezus. Kijk, het mooiste aan game explain wel is... Ze gooien niet altijd spoilers in de thumbnail. Nou ja, als er een Smash Bros. Character wordt gereleased als ding, dan doen ze nu... Get the Falco. Wat moet ik tegen een Greninja doen? Klefki? En dan, Dazzling Gleam of zo? Dazzling Gleam, ja. Het is een dark type. Oh, super effective. Jongen, ik heb... Ja. Echt, dat blijft ook voor mij nog steeds een zwak punt. Voor mij is Fairy nog steeds zo ontiegelijk nieuw.
Tot mijn hersenen echt pijn doen als ik met... Hoe zal het zijn als er weer een nieuwe type komt? Nou ja, ik weet niet of je de rumors weer hebt gehoord. Jezus, Avoid Attack de hele tijd. Meen je dit? Wil je wat rumors horen? Doe maar. Even kijken hoor. Poké Jungle. Staat hij... Je moet eigenlijk Poké Jungle nooit geloven, maar... Ik las het en ik denk van... Nah. Poké Jungle is alleen leuk voor omdat het soms echt te far-fetched is. Mooi. Flareon. Nou, goh, welke Pokémon zou ik toch gaan gebruiken tegen Flareon? Mm-hmm. Oké, komt-ie. Oké, deze leak klinkt nu al belovend. Deze leak kwam 5 dagen geleden online. Nieuw trailer on August 7th. Wanneer komt de trailer? August 7th. Ja, maar dat vind ik altijd iets zo van... Dat komt alleen omdat op het shirt staat 7-8. 3 new Pokémon will be revealed. 4 if you include Impidimp. Impidimp. Also finally show off a couple of Gar moves. What the fuck is een Impidimp? Impidimp is die Dark Fairy. Die een beetje lijkt op Sableye. Ik ga even googlen. Impidimp. Oh, die. Ja, oké, die wordt ook geannounced. Maar ja, die hond kregen we ook. We zagen op E3 natuurlijk. Ja, ik snap nog steeds niet waarom ze dat op zo'n manier doen. Van ja, je hebt Pokémon, jij maar announce hem 2 maanden later. Ja, oké. Seagulp, a blue seagull Pokémon that has a pretty big oval-shaped mouth horizontally. Surprisingly, ice flying. It will be introduced with Boracuda, a water ghost. Barbagula Pokémon that it hunts. Seagulp has its signature flying attack called Dive Launch, where it dives and picks up Pikachus when on land. Or Boracuda when over water. Ja, die geloof ik ook niet. To launch at this enemy. Ik kan al stoppen. Leak had ik al gelezen. Oh. Neil Buck flying. Nou ja. Meer. Nieuwe evolutions. Dat had je zeker ook al gehoord. Ja. Dus op zich ook wel. Tijd voor. Tijd, ja. Maar ik zit ook zo in van. Willen ze het niet doen? Oké, vind ik ook prima. Maar. Als ze het doen, doen tenminste nu even fatsoenlijk. En introduceer dan niet weer nieuwe gimmicks. Mooi. Wat is de Anister Gym voor Gym? Fairy. Ferry hebben we al gehad. Wat is dit voor gym? Psychic. Psychic. Dan zei ik ook Krokodil maakt een joke. Zo. Ik moet houden dat je zometeen nog even moet kijken in je box voor een flyer. Oh ja. Want je moet zometeen weer terug naar Lumio City. Heb je trouwens gehoord, je weet... Natuurlijk dat Wind Waker SD enorm broken is nu, hè? Ja. Met de barrier skip en dat unloaden van de data. Ja. Het schijnt nu al zo erg te zijn dat je zelfs de fight van Ganon zo kan laden dat je die cutscene van 6 minuten! Maar, niks is dood. Het scheelde weinig, maar... Nee, leg even uit. Wat gebeurde er? Ik zet Kokorok in. Tegen Executor. Ja, wisselen. Hij doet Woodhammer. Maar ik ben hem niet kwijt. Nee, maar toch. Ik vond dat hij Woodhammer heb. Het is een crash type. Ook wat die Giga erin gedaan was het ook klaar geweest. De rest is er nog hiernaast toch geen gas meer? Of water? Jawel. Slowking, Slowbro, die crap. Krijgen we die ook nog? Olympia, de gymleader, heeft een Slowking. Taz. Dat sucks. Maar het is niet zo erg dat je dus Ganon's ding kan overslaan. En deze game gaat, Windwaker SD, gaat dus binnenkort onder het uur eindigen. Dan is er alleen maar één Zelda, 3D Zelda game over waar geen enorme skip in zit. Majora's Mask? Twilight Princess. Oh. Skyward Sword heb al een nieuwe. Nou, die is echt niet normaal.
Dan kan je, dat is echt, als je dat ziet, is je mind al blown. Wat is dit voor klote, Jim, zeg? Het is naar mijn mening een betere versie van Sabrina. Van de Sabrina Jim. Ja, maar die zit nog lineariteit in. Lineariteit, is dat een woord? Nee. Nee, dat is geen woord, maar... Ach. Nee, sinds dat ik al vrij was, ben ik ook niet verder gekomen in Let's Go. Ik was ongeveer bij... Ik had Team Rocket High, dat had ik klaar. En Pokémon en Snorlax. En toen zei ik zo van, oké, en nu? Doei. Je bent zeker al bij de gym leader, of niet? Olympia? Ja. Ben ik al een tijdje geleden klaar. Zeker, ik had de gym leader al klaar. Waar begint ze mee? Sigilyph. Die rare vogel van Black and White. Wie is nou weer dood? Het geloof in Pokémon Sword and Shield. Ja, ik ben wel. Het rare is. Hoe heet het? Toch ben ik benieuwd, weet je. Ja, ik wil bijna zeggen: no shit. Het is een blijfde Pokémon game, hè? Ik ben nog steeds geen fan ervan, tot nu toe, maar... De namen vind ik nog steeds het allerergste, eigenlijk. Maar dat is het allerergste. Ik ga waarschijnlijk toch halen. En dit keer niet drie maanden na release, maar... 3 jaar na release. Maar het is wel zo voor mij van... Ik zie dat ik een schaap ben, maar ik wil gewoon een nieuw gen gewoon spelen. Gewoon kijken wat inhoudt, en dan echt mijn mening erover geven. Zonder dat je eerst een let's play hebt gekeken. Ja, maar ik vind wel dat sommige let's plays het echt soms te lang over die dingen doen. Had je het meegekregen dat Maryland wat dingen had geüpload? Ja, iets met Chugga, MC en nog een of andere guy en iets anders. Ja, Introduction. Die is niet aan te gluren. En Nuzlocke uitleg. Dus er verschillende Pokémon challenges die je kan doen. Is wel geinig, maar het publiek is... Oh, je hoort Maryland een grap maken, maar niemand lacht. Dat lijkt me echt zo'n aardige kerel, hè. Mm-hmm. Ik kijk hem echt al kapot lang. Ik denk dat het al een tijdperk Chugga Conroy zat, ken ik hem al. Toch, ik kijk hem niet meer om één hele simpele reden. Hij duurt te lang. Nou ja, ik kijk hem ook niet meer, want... dat ooit beloofd Mystery Dungeon Explorers of Sky af te maken. Nou, ik zit nog steeds te wachten. Godverdomme. Nee, probleem wat ik mee heb is... Oké, we zijn op een nieuwe route. 50 minuten later. We hebben eigenlijk deze route klaar. Ja, dat is echt kut dat we hem inderdaad. Ik heb de bed trouwens. Het was echt piece of cake. Ja, ik had mijn ondersteboven evaluatie Pokémon. Had ik Thunderbolt geleerd. Oh, Melamar, ja. Die maakt de gym ook makkelijk.